Jan-Paul Saïss brak in 1998 door als speler van ADO Den Haag. De verdediger bleef tot de zomer van 2005 in Haagse dienst. In het totaal kwam Saïss, die ook nog speelde voor Roda, Southampton en De Graafschap, tot 146 wedstrijden waarin hij 9 keer scoorde. En zijn mooiste goal maakte hij tegen de tegenstander van ADO Den Haag komende zondag, NEC. Het jaar nadat we kampioen waren geworden natuurlijk, promoveerden vanuit de eerste divisie naar de eredivisie. Eigenlijk alle laatste wedstrijd, NEC thuis. Ik pak eigenlijk de bal af op de 16 meter. Ik begin een klein avontuurtje. En ik probeer eigenlijk uit het niets probeer ik iemand een panna te geven. Ja, dat lukte dan net niet, hij ging er langs. Ik kan doorlopen. Vervolgens maak ik een 1-2 met Cedric van der Gun. En ik kreeg zoveel vrijheid, ik kon maar blijven lopen. En toen dacht ik inderdaad eigenlijk, laat ik maar eens schieten. En die bal die vliegt gewoon boven in de bovenhoek. Achteraf een wereldgoal. Ik denk dat ik die op dat moment wel 15 keer heb teruggekeken. En alle scenario's een beetje heb doorgespeeld voor mezelf. Hoe lang duurt het? En hoeveel balcontacten heb ik? Ik scoor natuurlijk niet vaak in een seizoen. Meestal was dat 2 à 3 keer. De keren dat ik eigenlijk scoorde was meestal met het hoofd vanuit een corner. Omdat ik kom niet zo heel vaak voor die goal. Omdat ik natuurlijk gewoon een verdediger ben. Krijg je eigenlijk zo'n rush naar voren. En dan, uiteindelijk als je hem dan zo maakt. Dat is wel een fantastisch gevoel natuurlijk. Ik weet ook nog wel dat ik echt naar de bank rende. En dat ik daar op de grond neerviel. En dat ik echt helemaal gebroken was van het rennen. Ja, dat was wel dat is echt het mooiste doelpunt uit mijn carrière.